Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn favoriete producten van augustus laten zien. Augustus is voorbijgevlogen en dat heeft weer een mandje met producten opgeleverd die ik zelf heel erg fijn vond. En in deze video ga ik je de producten laten zien. Dan vertel ik je uiteraard ook waarom ik ze fijn vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten die ik fijn vond van augustus, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met een blush en dit is de Cheek Lover Marble Blush van Catrice. Het is deze blush. Het is dus een blush met een marble effect. Het is ook een baked blush en dat kun je heel goed zien. Dat zal ik zo laten zien. Deze heeft de naam 010 Dahlia Blossom gekregen. En dit is dus een blush die een beetje bol oploopt en vandaar dat hij dus baked is. Zo wordt hij niet omschreven. En het is dus een marble blush omdat hij licht reflecterende deeltjes heeft. Hij zou ook een beetje glanzen. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, daar zag ik niet heel veel van terug. Het is een marble blush, maar de roze kleur overheerst heel erg. Ik vond het zelf niet heel erg, maar daardoor zie je dus niet zoveel van de licht reflecterende deeltjes. Ik heb hem hier geswatcht en ja, je ziet gewoon eigenlijk meteen dat het roze heel erg overheerst. Vind ik dus niet zo erg, maar als je echt op zoek bent naar die glans, dan kan het een tegenvaller zijn. Ik moet ook zeggen, je hebt heel weinig nodig van deze blush, want deze blush die, is best wel overheersend en pigmentvol. Dus je hoeft echt maar een klein beetje aan te brengen, want anders heb je echt hele roze wangen. Niet iets wat ik zelf heel mooi vind, maar dat is heel persoonlijk. Maar deze blush is echt heel erg goed gepigmenteerd. Dus vind je het niet erg als de lichte deeltjes niet zichtbaar zijn, is het echt een hele fijne blush. Ik vond hem in ieder geval heel erg mooi en ik irriteer me er niet aan dat de lichtere deeltjes niet zichtbaar zijn. Dan heb ik hier een lipgloss van Essence. En dit is de Bright Applied Color Changing Lipgloss. En dat is deze. Deze heb ik trouwens online gekocht en heb ik ook niet in de winkels gezien. Dus de winkels die Essence en Catrice verkopen, daar heb ik ze niet gezien. Maar wel alleen online. Dit is eigenlijk een soort van limited editie lipgloss. Want die hebben ze dus uitgebracht omdat augustus Pride Maand was. En dit is dus zo'n lipgloss die past zich aan de kleur van je lippen. Dus hoe hoger de pH-waarde. Heeft een basic applicator. Wat ik wel heel tof vind, is dat hij dus paars is. Ik kan hem swatchen, alleen nu ga je de kleur niet zien omdat de pH-waarde in mijn hand natuurlijk vele malen lager zal liggen als die op mijn lippen. Ik zit even te kijken of er ook nog... Oh ja, er staat... Hij heeft ook nog een naam gekregen, namelijk 01 Be Your Own Rainbow. Dus het is wel heel erg leuk zo dat je ook inderdaad die regenboogkleuren ziet. Ik heb hem hier geswatcht. Je ziet dat hij heel licht roze wordt. Maar op mijn lippen werd hij dus echt wel heel intens roze. Maar dat is dus altijd wel het leuke van dit soort producten. Dat ze op iedere lip anders reageren. Want niet iedereen heeft dezelfde pH-waarde in de lippen. Dus daardoor zou die bij iedereen anders reageren. Maar bij mij reageerde die heel erg goed. Wel een lipgloss die heel erg plakt. Maar ik vind het idee erachter gewoon super leuk. Dus ik ben er wel heel erg blij mee en tevreden over. En ik heb hem online ook nog steeds gezien. Dus hij is nog te koop. Dan heb ik eventjes een limited editie van Catrice. Hier ga ik heel kort bij stilstaan. Want hier is een uitgebreide video van online gekomen. De link van deze video zal ik even in de beschrijving zetten. Mocht je hem gemist hebben en alsnog willen bekijken, kan dat dus. Dit is namelijk de Who I Am limited editie. En dit is ook zo'n collectie die eigenlijk ook een beetje gebaseerd was op Pride. Maar ook op je mag zijn wie je wilt zijn. Ik heb hier dus allereerst het face- en oogschaduwpaletten. En deze heeft de naam gekregen, 01 You Are Magic. En dit is eigenlijk een heel mooi palet gemaakt van blik. En hier zit een grote spiegel in. Dan zal ik eventjes het blaadje ervoor weghalen. En dan zie je dus kleuren oogschaduw. En je hebt een blush en een highlighter. Ik zal eventjes nog wat kleuren oppakken voor de swatch. Maar nogmaals, er is hier dus een uitgebreide video van online gekomen. Ik heb hier even wat oogschaduwkleurtjes en ook de highlightkleur. Ik moet heel eerlijk zeggen, de blush en de highlights die vielen mij een beetje tegen, want die vond ik vrij licht. Ik kreeg wel comments van mensen die het ook echt wel zagen en je ziet het ook wel licht, maar van mij mag een
highlighter en een blush die mogen iets meer pigmentvol zijn. De oogschaduw daarentegen vond ik wel heel erg fijn. Ja, wel wat gewaagdere kleurtjes waar je van moet houden. Maar je kunt er echt leuke ooglooks mee maken. En ja, de kleuren blenden goed en zien er ook wel goed uit. Sommige kleuren hadden wel wat moeite om op te komen. Maar met een beetje opbouw kwam je er wel. Dus dat is dit palette. Dan heb ik ook twee getinte lippenbalsams uit die collectie. En dat zijn de C02 Love Yourself. Dat is een rode variant. En de C01 You Matter. Fijne lippenbalsams die wel plakken. Ze geven een mooie glans en laten dus ook wat kleur achter. Ik ga proberen nog even de swatch erop te gooien. Maar zoals ik ook al in de video heb vermeld, vond ik dit een beetje lastig. Want de tubetjes zijn best wel sterk en de lippenbalsem die erin zit is best wel dik qua structuur. Waardoor je eigenlijk niet zo fijn het product eruit krijgt. Maar ik ga het gewoon nog eventjes proberen. Zodat je in ieder geval wel een idee hebt. Dit is de roze en dit is de rode. Maar zoals ik zeg, het komt er niet zo heel erg makkelijk uit. En er komt ook wel vrij snel wat veel uit. Maar op de lippen ziet het er heel mooi uit met een mooie glans. De roze vond ik qua kleur iets dekkender dan de rode. Maar het zijn twee fijne lippenbalsems die kleur hebben. Het laatste product van die collectie, dat zijn dan de gekleurde potloden. Daar ben ik ook heel tevreden over. Ik heb hier de IMR, dat is 01, roze. Dan hebben we de 05, I Am Powerful. I Am Real, dat is 04. 03 is I Am Unique. En de I Am Proud en dat is 02. Dit zijn potloden die kun je gebruiken als eyeliner, maar ook als oogpotlood. En ik heb ze als oogpotlood gebruikt. Het bijzondere is, je kunt ze ook blenden, want aan de achterkant zit een sponsje. Daar kun je dus mee blenden. En dit zijn de potloden. Zelf slijpbaar, maar heel pigmentvol. Ik zal ze nog eventjes swatchen voor als je het wil weten. Ik heb gezien dat deze producten inmiddels in de sealbak liggen. Online worden ze nog wel verkocht, maar ik zag bij de winkels dat ze al in de sealbakken liggen. Waardoor je ze dus net weer wat goedkoper zou kunnen kopen als je daar behoefte aan zou hebben. En dan zijn dit de kleuren. En ja, ik werd er wel heel erg blij van. Ik vond het heel erg mooi. Ik was verrast. Ik vond het ook echt heel leuk staan, die gekleurde oogpotloden. Dan heb ik een geurtje van Christina Aguilera. En dat is Red Sin. Het is een heel lekker geurtje. Ik ben zelf dol op geurtjes van bekende sterren. Vraag me niet waarom, maar ik vind het leuk. Ik vind ze lekker ruiken. Ik had al twee geurtjes van Christina Aguilera uitgetest en ik vind ze wel heel erg lekker. Ik heb de kleine variant. Als ik zo'n geurtje koop, koop ik altijd een 15 ml. Die heeft dan zo'n flesje, ook wel heel vrolijk. Het is een hele bloemige geur. Ja, er zou ook appel in zitten. Die zou dan wat overheersen. Dat ruik ik zelf niet. Maar het is gewoon echt een hele bloemige geur. Ja, die heel lekker fris is. Ik moet wel zeggen, je moet hem de loop van de dag wel een beetje bijsprayen. Om hem echt ja, de hele dag te blijven ruiken. Maar ja, ik vind het echt een hele lekkere bloemige geur. Ik vind het altijd lastig om geuren te omschrijven. Maar als je er benieuwd naar bent, zou je altijd in de winkel eens eventjes kunnen ruiken. Ik heb dit geurtje toen echt voor, nou ik geloof 4 euro gekocht of zo. Omdat hij toen een keer in de aanbieding was. Of zo. En ja, ik vond hem zelf heel erg lekker. Dus dat is dit geurtje. Maar nogmaals, ik vind het heel lastig om geuren te omschrijven. Maar het is eigenlijk best wel een bloemige geur. Die gewoon heel lekker ruikt, vind ik persoonlijk. Dan heb ik hier van Essence de Hydro Hero Primer. En dat is een primer die 48 uur hydratatie belooft. Zit in een blauwe verpakking. Er zit hyaluronic acid in en ook komkommer extract. En dat is altijd wel heel erg lekker. Hij heeft eigenlijk een vrij basic opening. Die ziet er zo uit. Zal ik dat even zo doen? Ja, dat ga ik zo doen.
zal een beetje zwartje. Ik zal eens even ruiken of ik ook die komkommergeur ruik. Maar ik ben een beetje verkouden. Dus het kan zijn dat het niet helemaal tot z'n recht komt. Nee, ik ruik nu voornamelijk de geur van het doekje waarmee ik mijn handen schoonmaak. Maar goed, zo ziet hij eruit. Hij is gewoon wit van kleur. Zo ziet hij er dan uit. Het is een hele fijne primer die dus belooft om 48 uur te hydrateren. En ik merk ook echt wel dat hij mijn gezicht hydrateert. Ja, mijn huid is best wel droog en ik merk toch wel dat als ik dit aanbreng, mijn huid gewoon echt lekkere hydratatie krijgt. En dat vind ik gewoon heel fijn. Ja, hij laat ook mijn make-up gewoon prima op zijn plek zitten. Maar ik vond hem voornamelijk heel interessant vanwege de hydratatie. Dus ja, ik ben wel heel erg enthousiast over deze primer. Omdat hij echt mijn gezicht lekker zacht maakt en ja, blijft hydrateren. En dat vond ik zelf wel heel erg belangrijk. Dus dat is die. Dan heb ik een face en eyeshadow palette van Sense Beauty. En dit is een merk wat ik bij de Zeeman tegenkwam. Ik zag dit paletje liggen en ik vond hem er leuk uitzien. Dus ik heb het paletje gekocht. Heel mooi velvet aan de voorkant met leuke sterretjes. Ik heb hier laatst ook al eens een keer lipsticks van gevonden. Die vond ik ook heel fijn. Het is een heel mooi paletje. De binnenkant heeft een spiegel. Dan heb je vier kleurtjes oogschaduw, een blush, een highlighter en een bronzer. Het moeten wel kleurtjes zijn die bij je passen. Kijk, ik vond het er heel erg leuk uitzien, maar ja, het kan heel verschillend zijn. Ik heb even een paar producten opgenomen voor de swatch. Dan zie je eigenlijk dat dit de pigmentatie is wat er heel goed uitziet. Echt goed gepigmenteerd. En ik werd gewoon heel erg vrolijk van de paletten. Ik was heel erg enthousiast, ook gewoon omdat hij echt goed eruit zag voor zowel de gezichtsproducten als de oogschaduws. Wat ik ook heel erg leuk vind is dat je hier bijvoorbeeld in de bronzer zie je sterretjes zitten. En hier zit een soort van bliksemschicht in de highlighter. Heel erg leuk paletje, heel low budget ook. En ja, gewoon ook een handig paletje om mee te nemen. Omdat je er gewoon eigenlijk meerdere producten in één hebt. De oogschaduw moet je aanspreken. Ik hou er zelf wel van. Ik vind het in ieder geval een heel mooi en fijn paletje. Dus ik ben heel blij dat ik deze tegen ben gekomen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of ze nog meer producten hiervan hebben. Ik heb wel een wat kleinere Zeeman. Maar wie weet als je een grotere Zeeman hebt, dat die meer producten hebben. Dan hebben we van Essence hier de Lip Care Booster Caring Lip Peeling. En dat is deze. Dit is eigenlijk zo'n lip peeling die je lippen gewoon eigenlijk heel erg lekker zacht maakt. Er zit 10% citroenolie in. En dat ruik je ook. Vind ik ook wel heel schattig. Want er staan allemaal kleine citroentjes hier zo op. Matcht ook wel lekker met mijn nagels zo. En hij belooft ook je lippen zacht te maken, maar ook tegelijkertijd te voeden. Je ruikt ook echt een lichte citroengeur, maar het is niet heel overheersend. Zo ziet hij eruit. Als je heel goed kijkt, zie je de kleine scrubdeeltjes zitten. Ik moest wel eerst even door het bovenste laagje heen komen, want ik merkte dat daar echt totaal geen scrubdeeltjes in zaten. Maar toen ik die een beetje eraf had gevreven, kwam ik bij de scrubdeeltjes. De scrubdeeltjes zijn weliswaar best wel fijn. En dat is op zich wel logisch bij een lipscrub, want daar kun je geen hele grove deeltjes in doen, omdat de lippen natuurlijk best wel gevoelig zijn. Ik heb ervoor gekozen om dit product 's nachts aan te brengen. Dus ik heb hem gewoon lekker aangebracht voor ik ging slapen. Heb ik lekker mijn lippen over elkaar heen gewreven. Maar ik kan het ook lekker de hele nacht intrekken. En de volgende dag is het ook gewoon verdwenen. En ik merkte echt dat mijn lippen er heel erg zacht van waren geworden. Ik merkte echt dat ik hele zachte lippen kreeg. Dus dat vond ik echt wel heel erg fijn. Ik vind het echt een hele fijne lipscrub. Heel betaalbaar ook. En ja, het is gewoon fijn om af en toe, ook als je velletjes hebt, je lippen eens even goed te scrubben. Dus deze vond ik echt heel fijn. Dan heb ik nog een oogschaduwpaletje van Catrice. En dat is de Hot Mocha Eyeshadow Palette. En dat is deze. Dit is dus een oogschaduwpalette eigenlijk met vooral bruine tinten erin. Ja, ik vind het er zelf wel heel leuk uitzien. Dit zijn de kleuren. Ja, eigenlijk ook wel weer een beetje nude. Maar ja, ook echt wel wat bruin tinten. De oogschaduw is ook echt wel heel zacht, dus ook wel heel breekbaar. Dit is de pigmentatie, dus je ziet echt dat hij hele goede pigmentatie heeft.
Je kunt er echt leuke looks mee maken. Het moeten de kleuren zijn die bij je passen, want ze hebben echt verschillende paletten hoor, van deze lijn. Ik vond hem zelf wel heel erg mooi en ik heb er echt wel leuke looks mee gemaakt, al zeg ik het zelf. Dus ja, ik vind het wel een heel fijn palette. Net wat ik zeg, de oogschaduw is wat zachter, maar het is echt wel een heel erg mooi en fijn palette. Ook denk ik wel voor wat dagelijkse looks. Je kunt hier op zich wel dagelijkse looks mee maken, omdat ze ook nog vrij zacht zijn. Er zitten wel natuurlijk wel wat kleuren bij die net wat intenser zijn, maar er zitten ook echt wel wat zachte kleuren in. Heel fijn palette dus. Dan ben ik toe aan de drie laatste producten. Die zijn van NYX. En dit is een merk waar ik echt nu kennis mee heb gemaakt. Want ik kende het merk wel, maar ik had er nog nooit producten van geprobeerd. En dat zijn de Barbie producten uit die collectie. Naar aanleiding van de Barbie film heeft NYX een make-up lijn uitgebracht van met Barbie the Movie. Ik heb alleen de lipproducten gekocht, want ik ben heel eerlijk. Er waren heel veel andere producten, maar die vond ik toch nog best wel prijzig. Dus ik heb hier allereerst twee matte lipcreams van NYX. Die zien er dan zo uit. Leuke verpakkingen, vind ik. Je ziet echt heel duidelijk Barbie. Wacht even, dit werkt niet. Barbie. Leuk ook de afbeeldingen op de dop. Vind ik er echt heel leuk uitzien. Dit is de kleur C02 Perfect Day Pink. Het zijn dus wel uiteraard roze kleuren, want het is Barbie. Ze ruiken ook echt super lekker. Ja, heel lekker. Ze hebben best wel een kort applicatorstokje, maar verder is het gewoon een vlokapplicator. En deze drogen dus mat op, maar ze geven wel lichtjes af. Dus het is niet dat ze heel erg indrogen. Dus je blijft even goed wel de verzorging houden. Dit is dan de swatch. Mooie roze kleurtje. Ja, ik hou ervan. Het moet je ding zijn. En dan heb ik ook deze. En die ziet er dan eigenlijk een beetje hetzelfde uit. Alleen de afbeeldingen zijn net wat anders die op de dop staan. En dit is dan de C01 Dreamhouse Pink. Applicatortje is verder gewoon hetzelfde. Net als de geur. Oeh. Weet je waar die geur me aan doet denken? Aan Too Faced. Ken je die Too Faced? Maar dan wel echt... De Caramel Too Faced, daar doen ze me aan denken. Applicatortje is dus verder hetzelfde. Ik ga hem eventjes een klein beetje afvegen, want anders komt er wel heel veel af. En dan ziet die er zo uit. Die is dan net een tintje donker, wat ik zelf wel heel mooi vind. Maar ja, ik hou er wel van. En wat ik ook nog uit die collectie heb, dat is It's a Barbie Party Butter Gloss. Dat is deze. Dit is eigenlijk een soort, ja, het lijkt op een lipgloss, maar dan meer met een botertextuur. Ook heel leuk die tekst Barbie zo op die dop. Dat vind ik echt heel erg leuk. Heeft een doorzichtig staafje en dan is dit de applicator. En dan ga ik hem aanbrengen. Doe ik hem gewoon even ernaast. En deze is ook intens roze. Ja, net wat ik zeg, ik hou ervan. Kijk, hoe leuk. Deze, dit vind ik wel echt een Barbie roze kleur. Ja, ik vind hem echt heel erg mooi. Goede pigmentatie. Blijft ook redelijk zitten. Alleen als je veel eet en drinkt moet je hem wel wat meer bijwerken. Maar echt deze Barbie producten. Ik vind ze echt werkelijk waar fantastisch van NYX. Ik ben fan en ik werd er ook helemaal blij van. Want ik dacht echt ja, ik vind Barbie ook wel... Ja, ik was vroeger ook heel erg fan van Barbies, dus ik vond het gewoon heel erg leuk om deze drie producten uit die collectie te proberen. Ik ben er heel blij mee. Dan waren dit mijn favoriete producten van augustus. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij ook een van deze producten hebt getest of dat je misschien naar aanleiding van deze video benieuwd bent geworden naar een van de producten. Ik ben er in ieder geval weer heel erg blij mee dat ik het in mijn vaste stash kan gaan stoppen, zodat ik het ook weer vaker kan gaan gebruiken. En dan is het bakje ook weer leeg voor de nieuwe producten die er weer in gaan komen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!